Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Jasmin Kapoppe, 25 jaar en kandidaat op de West-Vlaamse CD&V-lijst van op de voorlaatste plaats als medelijsttuur. Ik ben geboren en getogen in Tielt en ik ben ook gemeenteraadslid in mijn stad. Beroepsmatig werk ik voor Beweging.net West-Vlaanderen, waarbij we enerzijds projecten ontwikkelen die gelinkt zijn aan maatschappelijke thema's zoals de fietsbiep en de graag-traag-actie. En daarnaast ondersteunen wij ook vrijwilligers die willen wegen op het lokale beleid. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik heb op mijn 18 jaar de eerste stap gezet in de politiek. Ik was toen de jongste op de lijst. En ik heb de voorbije legislatuur 6 jaar gezeteld in de OCM-raad. Nu in oktober was ik natuurlijk terug kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en daarnaast ook voor de provincieverkiezingen. En zo heb ik ook al wat kunnen proeven van bovenlokale campagne. Waarom stap ik ook in de politieke strijd? Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen zich willen engageren op de lijst. En ik wil ook wel de stem van de jongeren vertolken. Ik ben zelf ook sociaal werker van opleiding. En binnen onze partij voel je wel dat de mensen centraal staan en dat je ook het liefst tussen de mensen staan. En ja, daarom is CD&V echt voor mij de uitgesproken partij. Welke quote heeft u gekozen? Mijn quote voor deze verkiezingen is voluit voor West-Vlaanderen. In oktober was dat eigenlijk ook mijn quote. En ik had die toen gekozen omdat ik het belang van de provincie in de kijker wou plaatsen. Maar eigenlijk is die quote nog altijd van toepassing. Ik wil vooral dat de stem van de West-Vlaming in het Vlaams parlement even hard kan doorwegen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn politiek voorbeeld is de minister van Staat, Miet Smet. Waarom? Zij heeft ervoor gezorgd dat er vandaag zoveel vrouwen de stap hebben gezet naar de politiek. Want vrouwen hebben het vaak ook heel druk met gezinsleven en werk. Dus in de politiek gaan is echt wel een ganse uitdaging. Voor mij heeft Miet Smet ook het glazen plafond doorbroken. En ja, ze is vandaag nog ook altijd zeer strijdvaardig en ik wil die drijfkracht ook zelf wel meenemen als nieuwe en jonge politica in de toekomst. Wat zijn uw politieke interesses? Sociaal beleid ligt mij nauw aan het hart, omdat ik zelf ook sociaal werker ben van opleiding. En in die opleiding voel je ook dat mensen altijd op de eerste plaats komen te staan. De voorbije 6 jaar als OCME-raadslid werd er ook zelden aan politiek gedaan, maar werden er telkens beslissingen genomen waarbij dat het belang van de Tieltenaar eigenlijk voorop staat. En vandaag ben ik ook nog altijd nauw betrokken bij het sociale gelaat van onze stad. Ik ben medebestuurder van onze welzijnsvereniging Zorg Tielt, waar dat wij alle beslissingen nemen met betrekking tot zorg. En in de toekomst, in het Vlaams parlement, zou ik welzijn en armoede zeker willen verder opvolgen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik zou graag zien dat er meer proactief gehandeld wordt. Wat wil ik daarmee zeggen? Er gebeurt bijvoorbeeld een ongeval in een straat en vaak gaat er pas nadien dat punt of die straat erkend worden als een gevarenzone. En eigenlijk zouden we op voorhand signalen moeten opvangen van de burger van kijk, die straat is echt heel gevaarlijk, in plaats van af te wachten tot als er iets gebeurt en het eigenlijk te laat is. En ik denk dat we dat echt wel meer moeten doen naar de toekomst toe en niet achter de feiten lopen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een Japans boek meegebracht. En waarom? Ik ben 2 jaar geleden op reis geweest naar Japan. En de Japanse cultuur heeft echt wel een diepe indruk bij mij nagelaten. En eigenlijk wil ik wat meer vertellen over de waarde kintsugi. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Als er in Japan een vaas of een bord breekt, wordt dat niet zomaar weggesmeten, zoals bij ons. Zij gaan dat lijmen met goud. En eigenlijk nadien gaat de waarde van die vaas of dat bord nog mooier zijn dan voordien. En dat is eigenlijk net een beetje hetzelfde zoals in een relatie. Dus er is bijvoorbeeld een kink in de kabel.
En na enige tijd kan je als koppel het probleem oplossen en ga je nog sterker uit die relatie komen. En dat is eigenlijk net het principe van Kintsugi, van het vinden van schoonheid en imperfectie. En ik denk dat ik dat ook kan meenemen naar de politiek toe.